vind het heel belangrijk om in te zetten op het meer delen van leermaterialen. Want zo kun je veel meer onderwijsmateriaal verzamelen en ook gebruiken in je eigen onderwijs. Dat komt uiteindelijk de studenten ten goede. Ik geef statistiek en dat is een best wel moeilijk vak voor veel studenten. Dus het is gewoon heel leuk als je merkt dat je ze er wel bij kunt helpen en dat ze ook het nut gaan inzien van het vak wat je geeft. Studenten willen heel graag oefenmateriaal hebben, oefensommetjes. En dat maakten wij als docenten eigenlijk gewoon zelf. Maar zelfs binnen mijn eigen vakgroep werd er nog best wel weinig samengewerkt. Dus wat ik voor mijn vak ontwikkelde, deelde ik eigenlijk nog helemaal niet met mijn collega die een vergelijkbaar vak geeft. Maar ook op andere universiteiten maken allemaal dezelfde materialen, maar we delen dat niet. En dat is doodzonde. We waren al in contact gekomen met andere docenten van andere onderwijsinstellingen. En toen hadden we eigenlijk zoiets van, ja, laten we nu met z'n allen bij elkaar komen en krachten bundelen. Dus toen hadden we eigenlijk al een soort mini vakcommunity, zou je kunnen zeggen, van 4 onderwijsinstellingen, waarin we al met een groep docenten konden gaan samenwerken. En Surf heeft het voor ons mogelijk gemaakt om die vakcommunity ook verder uit te breiden en op te zetten. Uiteindelijk is het doel dat wij een hele grote databank hebben ontwikkeld met statistiekopgaven daarin, die online en open voor iedereen beschikbaar is. Het idee is dat de docent op een hele gebruiksvriendelijke manier een selectie van opgaven kan maken en die in de eigen leeromgeving kan neerzetten voor de student. Ik hoop dat dit een soort katalysator is voor de vakcommunity om ook nog meer materialen te gaan delen met elkaar.